Wie als eerste diamonds vindt, wint. En dit zijn allemaal items die we pas mogen pakken als we een challenge voltooien. Met deze items moeten wij binnen een half uur zoveel mogelijk diamonds zien te vinden. Alleen weet Satino niet dat ik ga vals spelen met X-Ray. Satino, het half uur gaat nu in en de eerste challenge is vind en vermoord een schaap. Dus ik ga een schaap zoeken. Doei Satino! Oké, doei yes, doei! Oké, ik moet dus een schaap killen, want dan unlock ik namelijk een pickaxe, een zwaard en volgens mij een schep. Alleen dan moet ik wel eerst een schaap zien te vinden en ik heb ook geen zwaard en dat moet ik heel snel gaan doen. Want op dit moment ben ik nog helemaal geen diamonds aan het zoeken en oh mijn god, ik heb meteen een schaap gevonden. En hier zijn meerdere schapen. Is Satino hier ook? Nee, Satino is hier niet. Dit is helemaal top, hè? Schaap, ga jij eens even keihard dood alsjeblieft. Kom op, let's go! Oké, dit betekent dat ik meteen de allereerste tools kan pakken. En dat komt perfect uit, want ik weet dit tweede challenge namelijk ook al en daarvoor heb ik één van die tools nodig. Oké, eens even kijken. Het schaap is gekild, dus geef me deze tools en kijk dan die enchantments die hierop zitten. En dit is trouwens de X-Ray die ik ga gebruiken. Maar de tweede challenge, bouw één huis. En kijk, er staat niet wat voor huis. En dan krijg ik armor. Ik kan natuurlijk al beginnen met diamond zoeken met deze pickaxe, maar kijk, deze pickaxe, die wil ik veel liever hebben. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon even heel veel dirt hakken. Zo, ik denk dat dit wel genoeg is. Nee, ik moet nog even iets meer hebben. Gelukkig gaat het heel snel met de schep die ik op dit moment heb. En hoppakee. En dan ga ik gewoon een heel simpel huisje maken. Eens even kijken. We beginnen hier gewoon even met dirt. En dan hier in het midden komen natuurlijk twee deuren. Dan doe ik even dit. Ik doe geen ramen in het huis, want het boeit niet. Er staat namelijk niet wat voor huis ik moet maken. En dan zetten wij een dak erop. Zo. En het enige wat ik dan eigenlijk nog nodig heb, is wat hout, zodat ik ook een deur kan maken, daadwerkelijk. Dus eens eventjes kijken. Hier hebben we één hout. Daarmee kan ik meteen even een crafting table maken, want die heb ik nog helemaal niet. En dan moet ik nog twee blokjes hakken. En daar heb ik gewoon al genoeg voor volgens mij twee deuren. Oké, ik moet de crafting table natuurlijk wel ergens neerzetten waar Santino die niet kan pakken. En dan doe ik dit. En dan maak ik een deur. Oké, let's go. Oh, ik weet zeker dat ik nu gewoon al voorloop op Santino. Ik zie namelijk nog helemaal geen huis. En ik weet ook niet waar Santino is. Telt dit als een huis? Ik vind van wel. Ik vind het een heel mooi huisje. Trouwens, ik zet hier gewoon nog een deur, want ik heb die toch niet nodig. Oké, we gaan heel gauw terug, want ik wil weten wat challenge 3 is. Maar voordat ik challenge 3 ga doen, wil ik natuurlijk eerst even deze armor hebben. Santino heeft het gewoon allemaal nog niet gepakt. Dit is echt top. En ik heb gewoon al volledig netherite armor. En oh, daar is Santino. Ik denk dat hij één challenge heeft voltooid. Ja, hij heeft nu pas een schaap gekild. Oké, de volgende challenge is vind goud. En ik hoop dus dat ik meteen even ergens een cave kan vinden waar ik goud kan vinden. Want als ik goud heb gevonden, kan ik een heel zieke pickaxe krijgen. En daarmee kan ik denk ik echt heel snel die diamonds vinden. En oh mijn god, ik zie daar letterlijk meteen al goud. Dat moet ik hebben. Alleen moet ik wel uitkijken dat ik hier niet doodval. Au, 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 au. Oké, hier heb ik misschien niet heel goed over nagedacht. Zombie, wil je ook even weggaan? Zombie, wegwezen alsjeblieft. Gelukkig heb ik echt een heel goed zwaard. En oh nee, 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 nee. Een baby zombie, een baby zombie. En een creeper, en een creeper. Oh, dit gaat helemaal fout. Ik het helemaal van... Auw! Oké, okay, nou, de mobs zijn allemaal dood. Alleen nu moet ik dus bij dat goud zien te komen. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon eerst even wat steen hakken, zodat ik daadwerkelijk naar dat goud kan komen. En gelukkig heb ik nog niet mijn X-Ray hoeven gebruiken om dat goud te vinden. Uiteindelijk wil ik dat X-Ray namelijk alleen maar gebruiken voor de diamonds. Oké, okay, ik heb 34 steen. En dan ga ik hier gewoon even naar beneden. Oké, oké, oké. Ik hoef daar niet eens heen te bouwen, want hier ligt gewoon ook al goud. Dit is echt perfect. En nu zo snel mogelijk weer naar boven toe. En dan ga ik op zoek naar de diamonds. Alleen één probleempje. Ik heb ook geen eten. Oké, misschien moet ik toch eerst nog even een paar schapen gaan killen. Ik weet het niet. Wat? Oh nee, Santino heeft ook de netherite unlocked. Dit ga je niet menen. Oké, geef me even dat kool. Auw! Auw, een creeper achter me. Want met dat kool kan ik even een furnace maken. En dan heb ik ook meteen even wat eten. Dat is denk ik ook wel belangrijk om te hebben. En ik moet toch terug naar waar ik net was. Om dat hele speciale wapen te vinden. Oh nee, nee. Santino die heeft ook volledig netherite armor. Ik denk oprecht dat er nog best wel nek aan nek is. Maar ik ga dit natuurlijk makkelijk winnen. Want ik heb X-Ray. Oké, ik ga het één keer laten zien. Kijk dan, als ik dit item gebruik. Bam! Kan ik gewoon letterlijk onder me kijken. Ik zag ook echt meteen al iron. Oké, het eerste wat ik ga doen is even het hele speciale wapen pakken. Want die moet ik wel gebruiken. Dus zo, dankjewel. En Santino heeft hem nog niet. En oeh, een crafting table. Dankjewel, Santino. Echt heel erg bedankt. En
En daarna kan ik eindelijk op zoek gaan naar de diamonds. Oké, hier loopt een schaap. Schaap, kom eens hier. Ga jij eens even dood. Lekker wat vlees. En ga jij ook eens even dood. Dankjewel. Ik heb nu 4 stukken vlees. En hier lopen nog 3 schapen. Ik denk dat het daarna op zich wel genoeg vlees is. Ik heb er 9. Lopen hier niet ergens nog wat schapen rond of zo? Ja. Oké, ik zie daar in de verte zie ik nog een schaap. En daarna ga ik door middel van mijn x-ray gewoon recht naar beneden hakken. En op zoek naar diamonds. Oké, schaapjes, kom eens hier. Ik kan niet eens meer rennen. Zoveel honger heb ik. Gaan jullie eens even dood. En oké, 14 vlees. Dat is voor nu al even genoeg. Doe ik hier even de helft in. En in de andere furnace doe ik ook even de helft. Dan ga ik ondertussen al een beetje onder me kijken of ik al wat kan vinden. Natuurlijk nog geen diamonds. Maar ik weet nu wel dat ik naar beneden kan hakken zonder dood te gaan. Want ik mag niet in de lava vallen. Oké, vlees. Schiet alsjeblieft op. Want dit kost oprecht echt heel veel tijd. Oké, alt eten is helemaal klaar. Dan ga ik natuurlijk meteen ook even wat eten. Voordat ik dood ga. Daar heb ik niet heel veel zin in. En eens even kijken. Dit neem ik natuurlijk ook even mee. En dan is het denk ik tijd om gewoon recht naar beneden te hakken. En dat ga ik eerst even doen met de netherite pickaxe. Dus eens even kijken. Hier kan ik best wel een stukje gewoon recht naar beneden. Want ik had al gezien dat hieronder niks zit. Oké, ik ga mijn x-ray gun gebruiken. Oké, ik kan gewoon nog een stukje naar beneden hakken. Ik weet dus dat hier ergens onder mij echt een hele grote cave zit. En ik mag niet naar beneden vallen. En ja, we zijn aangekomen in een cave. Dit is echt perfect. Oeh, kijk al die mobs. Oké, ik heb geen zin om met die mobs te vechten, dus laat me met rust. En nu kan ik dus op zoek gaan naar diamonds. En eens even kijken. Zombies, gaan jullie eerst even dood. Die mobs zijn heel erg vervelend. Oké, ik kill gewoon eerst even die mobs. En dan is het denk ik tijd om de x-ray te gaan gebruiken. Kan ik al wat diamonds vinden? Oké, hier zit helemaal niks. Ik kan hier nog naar beneden. Zitten hier misschien wat diamonds? Ja, let's go! We hebben gewoon nu al diamonds gevonden. Kijk dan, dit is echt perfect. Letterlijk zonder de x-ray had ik deze diamonds nooit gevonden. En Santino ziet nu ook letterlijk de achievement dat ik mijn allereerste diamond heb. Oké, volgens mij staat hier ergens ook nog wat diamonds. En weet je wat? Ik gebruik gewoon mijn x-ray. En kijk dan hoeveel diamonds dit gewoon in totaal zijn. Santino gaat nooit zoveel diamonds vinden als wat ik kan vinden. Dit is echt bizar. Ik heb nu gewoon al 9 diamonds. Oké, waar zijn de anderen? Hier onder mij. Oké, dan ga ik die ook gewoon nog eventjes hakken. Sorry Santino, maar ik ga dit echt keihard winnen. Oké, dit is gewoon 1, 2, 3, 4, 5. Wat? Hoeveel diamonds zijn dit wel niet? Ik heb oprecht nog nooit zoveel diamonds bij elkaar gevonden. Oké, ik heb gewoon al 21 diamonds. Oké, ik ga even een stukje verder lopen. En ik ga nog een x-ray gun erbij pakken, want ze kunnen namelijk ook kapot en ik heb het niet ontelbaar. Maar ik ga weer klikken en kan ik nog wat diamonds vinden? Nee, wel een creeper, ga weg. Dankjewel. Oké, eens even kijken. Kan ik hier nog wat diamonds vinden? Jazeker. Nee, Santino heeft ook diamonds gevonden. Oké, ik moet dus wel een beetje opschieten, want Santino die kan me nog inhalen. Nee, natuurlijk niet. Santino gaan we nooit inhalen. Ik heb er gewoon al 25. En zitten hier nog meer diamonds? Ja, onder mij zitten nog meer diamonds. Kijk dan hoe makkelijk dit is. Trouwens, ik ga even de multitool gebruiken. Want als ik dan 1 keer hak... waarom doet hij het niet? Wow. Oké, ik weet niet of je het zag, maar als ik letterlijk op linker muisknop klik, gebeurt er dit. Oh mijn god, dit is echt geniaal. Hoeveel diamonds heb ik gewoon om in totaal? Ik heb al meer dan een stack diamonds. Oké, we gaan weer de x-ray gebruiken. En tuurlijk, hier liggen nog meer diamonds. Gebruik even mijn multitool en kijk eens aan. Kom maar hier met alle diamonds. Ik heb gewoon al een stack en 26 diamonds. En kijk, daar zitten er nog veel meer. En dan hak ik gewoon met deze tool eventjes alles weg en dan gewoon even alle diamonds verzamelen. Oh, dit is echt veel te makkelijk. Oké, hoeveel diamonds heb ik nu? Ik heb nu een stack. Ik heb bijna 2 stack diamonds. Oké, we gaan weer de x-ray gebruiken. Oké, hier liggen geen diamonds meer. Ik denk dat ik gewoon weer even op zoek ga naar een hele grote cave. Oké, we zijn aangekomen in de grote cave en ik zie nog geen diamonds. Oké, ik neem het terug, want onder mij zitten diamonds. En ik heb nu in totaal meer dan 2 stack diamonds. Oké, we gaan weer even de x-ray gebruiken. En eens even kijken. Hierboven zitten ook nog diamonds. En daar zitten nog diamonds. Dit is echt veel te makkelijk. Eens even kijken. Deze die wil ik ook nog eventjes hebben. Alleen ik moet wel alsnog een beetje opschieten. Want ik heb dan misschien wel x-ray. Alleen die multitool die ik nu gebruik. Die heeft Santino waarschijnlijk ook. En daarmee kan je heel snel diamonds vinden. Oké, ik heb 1, 2, 3. Ik heb gewoon 3,5 stack diamonds. Dit is echt veel te makkelijk. En kijk, hier zitten er nog echt veel meer. Haha.
Ik heb nog nooit zo snel zoveel diamonds gevonden. Oké, okay, ik ga gewoon de X-ray gebruiken, want ik kan letterlijk alles heel makkelijk zien. Kijk, daar zitten nog wat diamonds. En eens even kijken. Hier zitten nog wat diamonds. Die wil ik ook wel gebruiken. En daar is nog een diamond. En daar zijn nog wat diamonds. En oh nee, een zombie, een zombie. Zombie, zombie. Jij bent geen diamond, dus jij moet weg. Dankjewel. En au! Au, au, au. Ik word aangevallen door een slijmblok. Ah, nee, 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 nee. Slijmblok, alsjeblieft weg. Weet je wat? Ik ga er vandoor. Oh, lava, lava, lava. Nee, 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 nee. Laat me met rust, alsjeblieft. Oh. Oké. Ik ga bijna dood. Ik ga bijna dood. Nee, 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 nee. Alle lava moet weg. Oké, ik kan in ieder geval geen diamonds. Ik neem het terug. Ik kan nog wel diamonds vinden. Eens eventjes kijken. Ik denk dat het weer tijd is om wat X-ray te gebruiken. Oeh, kijk, zie je wel? Kijk dan langs hoeveel diamonds ik gewoon loop, hè? Alleen door de X-ray weet ik precies waar ze zijn. Oké, eens even kijken. Ja, dit is perfect. Waar zaten die anderen ook alweer? Die zitten hier boven me. Dus kom eens hier. Ja, dankjewel. En daar voor mijn neus zitten ook nog wat diamonds... waar ik gewoon heel makkelijk naartoe kan hakken met mijn X-ray. En eens even kijken. Ja, kijk dan hoeveel diamonds er letterlijk om me heen zitten. Het is op deze manier gewoon veel te makkelijk om diamonds te vinden. En hoppakee, we hebben weer een stack verzameld. Kom eens hier, dankjewel. Oké, er zijn in de buurt helemaal geen diamonds meer op dit moment, ben ik bang. Even kijken, we gebruiken weer even de X-ray. Kijk, nee, hier zit helemaal niks. Dat betekent dat ik gewoon met deze tool gewoon weer een paar stukjes verder ga mijnen. En hopelijk kom ik ze vanzelf wel weer een beetje tegen. Hier is wat redstone en wat goud. Nou, daar heb ik niks aan. En ja, diamonds, dankjewel. En oké, ik ga weer even een X-ray gun gebruiken. Kan ik er nog wat vinden? Ja, natuurlijk. Boven mij nog meer diamonds. En ik ben zo benieuwd hoeveel diamonds Santino heeft. Oké, ik ben ondertussen weer een tijdje aan het minen. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stack diamonds. Alleen de tijd die is echt bijna voorbij. Dus ik moet heel snel nog wat diamonds vinden. En hopelijk heb ik er dan genoeg om Santino te verslaan. Want als ik ga verliezen, terwijl ik X-ray heb, word ik helemaal gek. Oké, hier zijn nog wat diamonds. Maar oké, nou, die diamonds zijn kapot door lava. Even de X-ray gebruiken. Nee, hier zijn helemaal geen diamonds meer. Ik moet opschieten. Ik wil op zijn minst nog even die ene stack volmaken. Dat zou ik echt helemaal top vinden. Oké, kom op. Ik ga weer even de... Ik hoef soms niet eens X-ray te gebruiken. Hier zijn ook weer wat diamonds. En... Oeh, kijk, daar in de verte liggen ook weer wat diamonds. Die wil ik ook even hebben. Dankjewel. En ja, mijn stack is vol. En de tijd is ook voorbij. Ik geef het terug naar boven. En ik heb zo'n idee dat ik heb gewonnen. Oké, Santino. Jij hebt ook de multitool unlocked. En ik ben bang dat jij misschien meer diamonds hebt dan ik. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Want ik heb er 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 stacks. En dan nog 14. 9 stacks? Ja, ik heb sowieso gewonnen. Ik heb 100% gewonnen. Kom maar hier met die diamonds. Okay. De eerste heb ik een cadeautje voor je, alsjeblieft. Oh, ja, oké, dankjewel. Ik weet niet of je daar heel erg blij mee moet zijn, maar het maakt niet uit. Ja, ik ben er heel erg blij. Is dit het cadeautje omdat ik heb gewonnen, Santino? Ja, nee, dit is dat schaap wat ik heb vermoord. In ieder geval, ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 42. Hoe dan? Hoe dan? Ja, Santino. We hebben dit ding. Hier, kijk. Ja, dat snap... Oké. Santino, ik moet je misschien wat verklappen. Wat? Probeer dit ding eens. Wat is dit? Wat is dit? Een giant X... Dit is X-ray. Jesse! Ja, maar ik heb alsnog verloren, oké. Lekker vol, hier. Ga mee. Ga dood. Auw. Doei. Oké, dit was de video. Klik even hier of hier. Er zijn andere video's van mij. Wil zien. Moeten we je zeker niet missen. Ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...